Vorige week heeft Kubilay Koylu zijn debuut gemaakt voor FC Lisse. Is overgekomen van de dijk, maar kreeg direct de rode kaart. Is voor 2 wedstrijden geschorst, kan niet meedoen. En zijn plek wordt overgenomen door Luca Tarani. Voor de rest speelt Lisse in exact dezelfde opstelling als een week eerder. Dus met deze Jeffrey Kleibroek, die tekent voor de eerste kans van de wedstrijd. Is een van de 4 aanwinsten van Lisse die een basisplaats heeft. Overgekomen van Odin 59. Hier de eerste kans van de wedstrijd voor Harkemase Boys. Goede redding van Cummins. En in tweede instantie wordt de bal dan nog van de doellijn gehaald door Lisse. En Harkemase Boys blijft gevaarlijk in de eerste helft. Hier het schot van dichtbij van Bouwjes. Ja, het is dat hij hem recht op de keeper afschiet. Had hij een hoek gekozen, was het zeer waarschijnlijk een doelpunt geweest. Jordi Tiktak is dit. Ook overgekomen van Odin 59. Is hier een paar man te slim af. Legt hem dan af op Adouche. Adouche met het schot tegen de buitenkant van de paal aan. Dit was de grote kans van de wedstrijd tot nu toe voor FC Lisse. Maar de buitenspeler van de Lissenaren schiet de bal vlak voor rust tegen de paal aan. De Vriezen dan krijgen ook nog een kansje in de eerste helft. Hier het schot. En wederom is het de aanvoerder van Harkemase Boys Bouwjes die hem recht op de keeper afschiet. 0-0 de ruststand. Lisse, de heenwedstrijd, of tenminste de eerste wedstrijd van het seizoen moet ik zeggen, verloren van Hoek. Harkemase Boys won juist op de openingsdag met 2-0 van VVOG. 2-0 was trouwens ook de eindstand vorig seizoen bij de ontmoeting tussen Lisse en Harkemase Boys. Maar die eindstand gaat dit seizoen niet op het scorebord komen te staan. Want het is Harkemase Boys dat na 30 seconden voetballen in de tweede helft op een voorsprong komt. 0-1, de voorzet van Bijmers en Bouwjes die hem maakt. Precies op een manier waar Robert de Ruiter zijn ploeg in de rust nog voor heeft gewaarschuwd dat dat juist niet moest gaan gebeuren. En toch geschiet het. Kopbal hier van Lisse. Gaat net naast het doel. Tom Duindam, de 3e aanwinst van Lisse. Het is de nieuwe spits. Overgekomen van SJC uit Noordwijk. En de 4e man die nieuw is en in de basis staat, dat is deze Jaap Zwetsloot. En dat is knap. Overgekomen van Teilingen uit de zondag 2e klasse. En dan is de zaterdag 3e divisie toch een paar stapjes hoger. Hier de kopbal. Goede redding van de keeper van Lisse. En zo staat het nog altijd 0-1. En tikt de tijd weg. Sterker nog, inmiddels zitten we in de blessuretijd van de tweede helft. Als alle ballen die de lucht in gepompt worden geen succes hebben voor Lisse. Maar dan toch. De overtreding gemaakt op Verwij in het 16 meter gebied. En de scheidsrechter wijst naar de stip. En hij zegt strafschop. Omdat die verdediger van Harkemase Boys daar aan het shirt van en de arm van Verwij gaat hangen. En dan is het routinier Rick Vermeulen ingevallen die achter de bal gaat staan. En hij kan dan in blessuretijd er 1-1 van maken. Maar doet dat niet. Want Erik Jansema redt. Kiest de goede hoek. En Vermeulen, die meer dan 300 wedstrijden voor Lisse 1 heeft gespeeld, die mist het moment van de wedstrijd. En dus blijft het 0-1 en verliest Lisse voor de 2e week op rij. Wat dacht je bij die laatste penalty? Ik kies een hoek in godszegen de greep. Ja, wel een beetje. Ik zei net ook al, vorige week pakte ik natuurlijk ook één. Toen ging ik de andere hoek in. En die hebben zij ongetwijfeld gezien. Dus ik denk, nou, dan ga ik nu voor de andere hoek. En dan kwam die en hij ging naast. Maar je zat er goed bij? Ja, hij zat er lekker op. Die penalty, Rick? Ja. Ik zei net in de kleedkamer en dat is volgens mij altijd met een penalty. Zeker in zo'n laatste minuut. Als ik hem maak, ben ik lichtelijk de held. En nu ben ik de slemiel. Ik had hem gewoon moeten maken. Punt. Je was niet heel sterk ingeschoten. Nou, ik vond hem wel redelijk in de hoek. Hij was niet hard, maar ik denk dat die keeper gewoon goed gokt en hem daardoor eruit haalt. Het heeft vandaag niet aan die penalty gelegen. Nee, uiteindelijk niet. Ja, goed, je had hem gelijk kunnen spelen. Het heeft natuurlijk aan het moment dat je er helemaal uit komt gelegen. En daar ben ik het meest woest over, teleurgesteld in. Want ik kan je zeggen, en mijn jongens kunnen dat beamen, dat ik die hele aanval van Harkema, die plaatsvond voor de goal, in de kleedkamer beschreven heb. 24 komt in de bal. Gaat een aanval opzetten, kan draaien, kan wenden, geeft een eindpaas en de aanvoerder schiet hem binnen. Nou, exact. We hadden goed afgesproken van dat gaat in ieder geval niet meer gebeuren in de tweede helft. Want dat was het enige wat ze voor de rust konden doen.